De man die hier het eten opschept voor zijn collega's is Sikko Cuperus uit Leeuwarden. Hij is opperwachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee. Of hij was dat. Niemand die het precies weet. Sikko is sinds juni 2014 vermist. Sindsdien zijn zijn ouders uit het Friese Sint-Anna-parochie nog elke dag op zoek naar het teken van leven van hun zoon. Daarbij stuitten ze onlangs op een videoreportage van deze krant over het werk van de RV-180, een patrouillevaartuig van de Koninklijke Marechaussee op de Wadden. Op dat schip werkte Sikko. Hij was één van de mannen die de RIP bemande, het kleinere vaartuig waarmee de Marechaussee vaartuigen op de Waddenzee controleert. Achteraf blijkt de video één van de laatste opnames te zijn geweest van Sikko. Voor zijn ouders is het goud waard, zegt vader Piet. Maar tegelijk blijft de leegte knagen. Het doet pijn. Elke dag weer dan, opnieuw. Het is heel moeilijk om ermee om te gaan. Dat gaat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Nog steeds dag in dag uit? Ja. Je probeert het leven weer op te pakken en dat doen we dus ook. Maar op de achtergrond is altijd de vermissing. De glans is van het leven af. Ja. Hier werd Sikko's auto gevonden op tweede Pinksterdag 2014. Het is in het Friese dorpje Marum, enkele kilometers van de plaats waar zijn ouders wonen. Ze hebben er een klein monumentje neergezet. Wat er hier gebeurd is, weet niemand. Een hond vond een spoor richting het Noorderleeg, een uitgestrekt buitendijks kweldergebied. Daar, op de Wadden, stopt het spoor. Aanwijzingen voor een misdrijf dat bijvoorbeeld verband houdt met Sikko's werk, zijn er niet. Aanwijzingen voor een zelfdoding, evenmin. Sikko leek zijn werk met plezier te doen en was nog niet lang daarvoor bevorderd. Tegelijk was hij een stille jongen, zeggen zijn ouders. Voor hen is nu nog maar één ding belangrijk. Weten wat er met hun zoon is gebeurd. We willen zekerheid. Op wat voor manier dan ook. En we houden rekening met het ergste. Ja, het is heel moeilijk allemaal. Maar je wilt inderdaad, je wilt duidelijkheid over wat er gebeurd is. Ja.